FC Emmen tegen FC Eindhoven. Een duel tussen de nummers 17 en 15 in de Jupiler League. En wie had dat voorafgaand aan deze competitie verwacht? Eindhoven vorig jaar derde en Emmen. Tja, Emmen had toch zo goed ingekocht. Maar voor de wedstrijd eerst een minuut stilte voor Ellie Zwart, vrijwilligster van FC Emmen. En dan de wedstrijd. De twee ploegen die 10 punten hebben uit de eerste 12 duels. De overname van Eindhoven al in de beginfase van de wedstrijd. We hebben nog niet eens een minuut gespeeld en er is heel veel ruimte aan de rechterkant. En in het midden loopt Serhat Koç. Maynard verslikt zich en Koç kan dan al scoren. Wat een unieke mogelijkheid voor hem zeg om Eindhoven op een 0-1 voorsprong te schieten. Dat is schrikken voor Gal en de zijne. Maar van de vlag keert. Maar Emme moet alweer achteruit. Niemand staat voor de bal. Bij die vrije bal die wordt genomen. Van Boekel mag zomaar doorlopen. Niemand grijpt in. En zo is ook de tweede kans van de wedstrijd voor de Brabanders. Die zo'n schandalige nederlaag leden in de derde ronde van de KNVB-beker. Bij ADO 20. De topklasse werd met 6-1 verloren. Maar goed, dat is een paar weken geleden. Dit is nu. En dit is de goal. De goal nu wel van Serhat Koç. Ja, één keer kan je hem wat vrijheid geven, maar doet dat geen tweede keer. Koç, de oudspits van SC Groningen, zorgt voor de 0-1. En dan hebben we 23 minuten gespeeld. Emmen dan. Met Ruud ter Heide. Banning, Wijks voor de goal. Bal gaat naar Banning, die komt er niet aan. En dan met veel kunst en vliegwerk krijgt Zari, de doelman van Eindhoven, de bal in zijn handen. Maar eindelijk een keer FC Emmen in de aanval. Want tot dan toe kon John Lammers, de coach van Eindhoven, relaxed zitten. Zijn ploeg speelt soeverein. Nauwkeurig en gevarieerd met veel bewegelijke middenvelders. En dit is weer Van Boekel die door mag steken. Het was door het midden. Maar stuit op Van der Vlag. Van der Vlag houdt zijn ploeg dus op de been in het eerste half uur. Zorgt dat het niet al 0-2 of 0-3 is. Emmen met de Visser. Banning. Zoeken naar de lengte van ter Heide. Die kopt door op Wijks. Wijks, de beste man weer aan Emmenzijde. Net als vorige week. Is langs zijn directe tegenstander. Geeft de voorzet. En dan de goal van Jeffrey de Visser. Uitgerekend hij scoort voor FC Emmen. Een paar weken geleden leek zijn situatie nog hopeloos. Mocht hij weg. En nu maakt hij de 1-1. Kort voor rust. Prachtig moment natuurlijk voor Emmen. Begin fase tweede helft. Dit is moeilijk van Kunst of Velda. Velda verslikt zich. De overname van Eindhoven. En het is gewoon weer 1-2. De nieuwe achterstand van FC Emmen. Walkens is de maker. Maar wat slordig en wat naïef van FC Emmen. En dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen. 1-2 dus voor Eindhoven. Dit is Weghorst. Bal naar ter Heide. Maar ter Heide komt er niet aan. Weghorst en ter Heide dus opnieuw het spitse koppel in het team van Joop Gal. Wat weer in de achteruit moet. Want dit gebeurt eigenlijk binnen 30 seconden. De kans voor Walkens. En de redding is knap. Opnieuw van der Vlag. Van der Vlag. Uitstekend op dreef dus. Net als Wijks. De beste spelers aan Emmen zijde vanavond. Banning. Op Weghorst. Weghorst op Velda. Velda met de poging. Het ziet er aardig uit. Maar levert geen treffer op. Weer Emmen. Weghorst. Komt niet tot een schot. Maar Emmen houdt wel balbezit met Jorrit Kunst. Zoeken naar ter Heide. Ter Heide kop door. Weghorst moet sterk zijn. In duel is sterk. Komt hij tot een schot of kan hij afleggen? Nee, dat niet. Maar de bal nog altijd niet uit de 16. Dit is Almoubraki. Dit is Hens. En dit is de goal.
De goal van Terheide, maar dan is er al gefloten door scheidsrechter Honig. Krijgt Verkoelen rood. En komt er een penalty en dus geen goal. Tja, en moet Emma daar blij mee zijn? Ja, als Terheide scoort, want dan... Ja, dan. Maar zover komt het niet. Zari keert de inzet van Terheide. Tja, en dan had je dus beter gewoon een doelpunt kunnen hebben. En dan maar geen rode kaart voor de tegenstander. Terheide mist. Gal balt natuurlijk als een stekker. Maar Emma heeft nog 18 minuten om te scoren. Weer Terheide. Maar weer lukt het hem niet. De bal wordt van de lijn gehaald. En dat is ook meteen het laatste wapenfeit van de spits van FC Emmen. Hij naar de kant voor hem in de plaats komt. Eldrits Royer. Maar dit is opnieuw Emmen met Wout Weghorst. Had misschien voor de combinatie moeten gaan met de Visser. Weghorst krijgt even later trouwens wel zijn 5e gele kaart van het seizoen. En is geschorst. Maar dit gebeurt er aan de andere kant. Dit moet de beslissing zijn. Maar dat is niet het geval. Alakmak, de invaller, stuit op doelman van de vlag. Wat is hij belangrijk. Dan weer Emmen. Een penalty of niet? Bakati gaat toch over de knie binnen de beruchte lijnen. Maar die penalty komt er niet. Wel geel voor Eindhoven speler Ospitalieri. En de vrije bal... Die blijft staan. Natuurlijk voor Emmen. Gal roept zijn manschappen naar voren. De Visser met de voorzet. En dan is hij daar toch. Kelvin Meinhardt met de gelijkmaker. Een heerlijke vrije bal van Jeffrey de Visser. En dan wordt het uiteindelijk dus 2-2. Waarbij het ook blijft. Emmen had misschien wat meer kunnen krijgen als die penalty was benut. Maar eerlijk is eerlijk. Eigenlijk is 2-2 meer dan Emmen verdiende.